Hoi en welkom bij de tweede aflevering van Pooling Update the Teams. Waren we vorige week nog bij het Asterix Pooling Team in Feyenaard. Vandaag zijn we bij het Pro Stock Beest uit Hoeven, het Rocky Pooling Team. Ik zei het net al tijdens de opening van deze pooling update de teams. Vorige week waren we bij de Asterix, dat is een light modified tractor. Nu zijn we bij het Rocky team. Barend, wat is een Pro Stock tractor? Ja, een Pro Stock tractor is eigenlijk van origine een Lambo tractor. Maar ja, die tijd zijn we eigenlijk ook alweer ver voorbij. Ik denk een jaar of 5, 6 geleden mochten we eigenlijk van componenten van een vrachtwagen mochten we zelf een achterras gaan bouwen. Ook omdat het een beetje qua veiligheid zeg maar, allemaal een beetje het gedrang kwam, dat al het gietijzer niet meer bol kon werken. Maar in grote lijnen moet hij eruit zien als een Lambo-tractor, zeg maar. Ja, we maken natuurlijk altijd wel een beetje een race iets van. Ja, we moeten een standaard motorblok gebruiken qua uitwendig gietwerk en de originele slunderkop. En dan mag maar 8,3 liter inhoud hebben, hij mag maar 1 turbo hebben en 1 brandstofpomp. En de rest is dan eigenlijk vrij. Dus ja, we hebben eigenlijk nog genoeg om mee te spelen. Dus we kunnen nog ver genoeg in vermogens, want het gaat nog steeds op zijn tijd een keer goed kapot. Dus. Ja, jij bent ooit een keer begonnen in de B-divisie in de vrije klasse. Je bent overgestapt naar de Pro Stock klasse. Waarom overgestapt naar de Pro Stocks? Omdat in de vrije klasse met een diesel niet meer te doen was eigenlijk, zeg maar, om relatief ja, een redelijke plaats te behalen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om toch, ja, ik wou toch blijven dieselen. Ben ik overgestapt in 2000 om te gaan Pro Stocken, zeg maar, in de B-divisie. Ja, en qua Pro Stock in de Grand National tegenwoordig, je hebt aardig wat titels behaald. Ja, dat is ook hetgeen wat we doen natuurlijk. Ik zeg altijd van degenen die voor de Olympische gedachten meedoen, ja, die mogen ook meedoen, maar dat doe ik niet. Ik ga gewoon voor de plekken 1, 2 en 3. Dus ja, en dat proberen we ook ieder jaar te verwezenlijken. Nou, dan zijn we heel wat wijzer geworden wat een Pro Stock tractor is. We gaan even terugblikken op het seizoen van 2018 wat betreft het Rocky Pooling Team. Seizoen 2018 begon voor het Rocky Pooling Team in Amerika. Daar werden 2 indoors gereden, te weten Gordyville en Louisville. In Gordyville pakte het niet goed uit en eindigde de machine met turboschade en een vastgelopen motor. In Louisville werd een keurige 3e plaats gehaald. En zo gaf de Nederlandse Pro Stock zijn visitekaartje af. All over the ocean. En dat het team uitzinnig blij was, dat is te zien. Nadat de machine terug was in Nederland, werd er nog even gauw gesleuteld en kon het outdoor seizoen van de Grand National beginnen. En de eerste wedstrijd, die was in Langendijk. Hij pakt de spoor van Lapibouwers ongeveer. Een keurige 3e plaats ging mee naar Hoeven. En zo werd de volgende wedstrijd gereden in Loerbeek. En ook daar werd een 3e plaats gehaald.
De volgende wedstrijd op de kalender was Stroe. En daar werd ook een derde plaats gehaald. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni stond net over de grens tussen de gemeenten Moerdijk en Drimmelen Maders Powerweekend op het programma. We nemen een kijkje. Op zaterdagavond werd er gereden voor de Grand National. En na drie moeizame wedstrijden was daar eindelijk de liefde tussen Rocky en de baan en werd de eerste plaats gehaald. En op zondag werd in Maden voor de eerste wedstrijd gereden voor de Eurocup. Ja, Maders Power Weekend zit erop en we zitten nu in de bus bij Hans en Loek. Hans, Maden, ging lekker hè? Ja, we mogen niet klagen. Als je op je thuiswedstrijd met een hele hoop lokale bekenden, al je sponsoren, hun relaties, zowel op zaterdag de Grand National als op zondag de Eurocup mag winnen, dan kun je van een bijzonder geslaagd weekend spreken. Ja, jullie hadden gisteravond op de zaterdag een sponsormeeting. Dat was aardig druk bezocht. Ja, ik schat dat we dit jaar tussen de 200 en 220 genodigden hebben mogen ontvangen. Daarnaast heb je natuurlijk nog je eigen teams. Mensen weten ons na al die jaren ook van andere teams te vinden. Dat geven we ook aan jongens zaterdagavond na de klasse. Dan hebben we uitloop van sponsoren, dus dan is iedereen welkom. Dus ja, dan heb je vanaf een uurtje 4 's middags tot een uurtje of 12 's nachts heb je de tent leuk vol zitten. Ja, het zat aardig vol. Ja, qua sponsoren en dergelijke, die waren aanwezig. En dan zondags. Ja, dan kom je uit bed en dan wordt het toch nog even druk gesleuteld. Ja, dat klopt. Rob die kwam zaterdagavond naar me toe. Hij zei, joh, ik heb hier een boutkop gevonden. Die lag onder de trekker. Ik zei, joh, rare bout. Ik zeg, ik durf het niet te zeggen. Hij zei, ja, maar het is wel warm. Dus ik denk toch dat die van ons is. En wat bleek nou uiteindelijk voor op de krukas? Hebben wij een zogenaamde triggerpoelie zitten. En die triggerpoelie dient er bij ons enkel eigenlijk voor om, daar zitten een drietal bouten in. En daar meten wij het toerental van de motor vandaan. Nou, en de bouten waar die mee op de krukas zat, daar waren er twee losgelopen, één afgebroken. Dus die hing eigenlijk nog aan één bout vast. En ja, dat moest even gerepareerd worden, zodat we zondag in ieder geval niet het risico liepen op gevolgschade daarvan. En ook weer uiteraard onze data kloppend hadden. Vandaag kwamen wij aan in Maden. En ja, Loek die zei tegen mij van ja, we gingen om 5 uur naar bed en om 8 uur stonden we er weer naast om te sleutelen. Jullie zijn gaan sleutelen. Hoe lang heeft het geduurd voordat Rocky weer de wedstrijd klaar was? Ja, hoe lang heeft het geduurd? Kijk, uiteindelijk is daar een mannetje of 2-3 die zich daar mee bezig heeft gehouden. Ik denk van een uurtje of 8:30, 9 ochtends tot een uurtje of 11:30, 12:30. Dus dan praat je over 3, 3,5 uur. En lekker op het gemak hier. We hebben eitjes gebakken, broodje gesmeerd. We wisten dat we het gewoon moeiteloos op tijd gingen redden. Dus dan gewoon ongedwongen sfeer en gewoon op het gemakje de boel klaarmaken. Ja, nou op naar de volgende wedstrijd. Ja, de eerste volgende wedstrijd die we mogen rijden zal ik zijn. Gewoon voor de Grand National. Succes dan. Dankjewel. Maar omdat de organisatie in Eekst het programma omgooide, was de eerste volgende wedstrijd voor de Grand National en Eurocup in Putten. En voor beide competities reed Barend een eerste plaats. In Katzand was er geen liefde met de baan. Er was moeilijk grip te vinden en Rocky eindigde op een 6e plaats. En een week later mocht het team naar het Deense Branden voor de Eurocup. In de finale werd het steeds lastiger om grip te vinden. En dat resulteerde in een 4e plaats. En daarna was het tijd voor de Grand National wedstrijd in Lochem. Daar liet de machine uit hoeven zien
dat het een eerste plaats waardig was. En daar liet het team zien hoe een pro-stok het moet doen. Ja, daarna weer de Nederlandse competitie in Lochem. Ja, unieke situatie. We zeiden in Branden nog, nou, we gaan naar Lochem, daar hebben we de beste baan van Nederland. En daar deed de situatie zich voor dat, ook vanwege de droogte, was er natuurlijk heel veel vocht ingebracht. Maar gewoon echt letterlijk te veel. Ze zijn om 3 uur 's middags haalden ze daar het zeil van de baan af. En toen schrokken ze zich een hoedje en toen zijn ze de woelpoot gaan halen. En ik denk dat dieper dan 25 centimeter het vocht zat. Ja, en daar konden ze gewoon geen baan op rijden. Ze hebben ook moeten wisselen van sleepwagen, omdat de Keep Moving Orange op die baan niet eens uit de voeten kwam. Hebben ze heel de wedstrijd met de Keep Moving Blue gereden. Uiteindelijk een heel tricky baantje, waar maar één duidelijk spoor was. Dat was strak aan het rechterkantje. Daar moest je zijn. Er zijn er een paar die het op een andere plek geprobeerd hebben, maar ja, dat ging gewoon echt niet. En daar was ook weer inspelen met afstellingtrekker, maar ook zeker Barend als rijder en de motorafstellingen. Maar die wedstrijd hebben we gelukkig weten te winnen. Dus we hebben laten zien dat we ook wel een keer goed in kunnen spelen op de omstandigheden. En zo was er de ene laatste wedstrijd voor de Eurocup in Hongarije. En daar werd een tweede plaats gehaald. Voor de Eurocup gingen jullie pas geleden naar Hongarije. Ik zal de plaatsnaam maar niet uitspreken, maar daar eindigden jullie op een tweede plaats. Ja, dat was, ik zal het wel proberen, Hajdú Bozsormány. Een klein plaatsje in de buurt van Debrecen. Dat is, zover ik het begrijp, een beetje in het hart van landbouwmechanisatie Hongarije. Daar hebben ze ook een kleine landbouwshow en een kermis erbij en een heel trekkercarnaval eromheen. Wel is het zo dat je daar met een andere grondsoort te maken hebt die ze eigenlijk ook heel moeilijk houdt in een grotere klasse met toptractoren. En de reden is niet helemaal bekend, maar ook hier was het zo dat je in de pull-off gewoon heel duidelijk kon zien dat de tractoren hele onrustige runs hadden. Dus het was ook weer inspelen op de omstandigheden. Ik hoorde van Luke zelf, die zei van joh, ik heb die gewichten nooit zo horen klappen en ik was gewoon bang dat ze er vooraf zouden komen. En dat kun je ook duidelijk aan het eind van de run zien. Maar we hebben daar een mooie tweede plek weten te halen en een goede uitgangspositie verschaft voor aankomend weekend in Great Eccleston. En in Great Eccleston, daar maakte het team het waar. Een eerste plaats en de Eurocup-titel. En in Alphen stond de laatste wedstrijd op het programma voor de Grand National. Helaas door een afgebroken veertje in de noodstopklep was er turboschade en kon de machine niet starten in de finale. Aan het einde van de wedstrijd bleek dat het team hetzelfde aantal punten had als Mud Patrol, maar hoe dat zit, dat hoor je straks van Hans. Uiteindelijk werd de Nederlandse titel alsnog gepakt. Rocky, Nederlands kampioen Pro Stock 2018. Hans, het is gelukt. Ja, wel gelukt, maar niet op de manier zoals we gewild hadden. Vertel. Gewoon wel een goede eerste run. We zagen dat de baanomstandigheden tricky waren. Een sleepwagenafstelling waarbij je geen fouten mocht maken. Er waren al een aantal full pools. Waardoor we wisten dat we een full pool moesten rijden om erbij te zijn in de finale. Want we gingen ervan uit dat we minimaal vierdes moesten worden. Dat bleek gelukkig later anders te zijn.
Maar eerste run wel een full pool. Maar bij terugkomst in het park mee bleek eigenlijk dat heel lullig een veertje van 1 euro die aan de noodstopklep zit, die is gebroken en die heeft tegen het inlandwiel aangeslagen. En daardoor was het turbo gesneuveld, wat ook duidelijk in de data te zien was. En konden we in die finale niet aanhaken. Een prachtige zondag 9 september 2018. De ultieme krachtmeting van het tractorpoelingseizoen. Dit is Pooling Update, het Europees kampioenschap. En tijdens het EK in Alphen werd de titel net niet gepakt. Er werd de machine voorbijgereden door de nummer 2 uit het Nederlands kampioenschap, Mud Patrol. Daarna het seizoen wat betreft de Grand National. Hoe kijken jullie daarop terug? Ja, gewoon succesvol. Kijk, kampioen worden was een pittige strijd. Niet geëindigd zoals we wouden, doordat we turboschade hadden in Alfa uiteraard. Maar met een paar mooie overwinningen kampioen mogen worden. Dus dat is dat stemt tot tevredenheid. Ja, meerdere dagoverwinningen heeft de doorslag gegeven. Het was toch altijd de laatste wedstrijd wie het hoogst is geëindigd telt? Nee, dat dachten we, maar dat is de Eurocup. En dat is dan wel weer het mooie. Bij de NTTO is het zo dat allereerst telt je aantal punten. Is dat gelijk, dan telt het aantal dagoverwinningen. En zijn het aantal dagoverwinningen gelijk, dan telt de uitslag van de laatste wedstrijd. Ja, u heeft al een paar keer gezien hoe de Rocky erbij staat in deze aflevering. In Maden. Nou, iets na Maden werd bekend dat Rocky verkocht is, Hans. Gaat de motor nou ook mee? Nee, die gaat eruit. Zoals die hier nu staat, gaat eigenlijk alleen nog, we zijn nu bezig, kun je zien Frank, die is bezig met de kabels. De datalogger gaat er nog af en de motor gaat eruit. En dan gaat het kapwerk er terug op. Dus de neus en de intercooler die hier horen staan, plaatje voorop en gewoon het kapwerk en de kooi, die komt er terug op. Maar de achterwielen blijven, de motor blijft en de datalogger. En verder wordt alles nieuw. Dat is wel het plan. En is er ook al iets meer bekend over hoe dat het beest eruit gaat zien? Voor ons wel. Ja, we hebben al een paar keer in Alfa gespeculeerd met andere teamleden. En die wisten eigenlijk nog niks. Die zijn nu wel op de hoogte? Nou, misschien dat ze wel het een en ander weten, maar zijn ze ook gewoon heel verstandig de mond aan het houden. Hoe lang gaat zo'n bouw eigenlijk in beslag nemen? Het ligt aan hoeveel tijd je zelf hebt. Nee, de bouw van deze Rocky, toen de tijd uit mijn hoofd zeg ik, is gestart begin november. Helaas is vrij kort daarna Barend zijn vader in het ziekenhuis beland. Dus we hebben er eigenlijk pas vanaf begin februari volaan kunnen werken. En toen stond hij eind mei op de baan. Dus het kan in een maand of 3-4 met een goede voorbereiding. Alleen ja, we hopen er gewoon aan het begin van het buitenseizoen te staan. De indoors zullen deze winter aan ons voorbij gaan. Ja, is er nog meer dan de Rocky wat er nog door jullie handen gaat komen? Ja, we hebben altijd plannen voor een jaar of 5, dus wij kunnen altijd vooruit. Nee, ja, de WIPCAR hebben we natuurlijk afgelopen jaar serieus aangepakt. Daar moeten gewoon nog een paar dingen gebeuren om dingen zoals merchandise verkoop makkelijker te maken. Laden lossen makkelijker te maken, gewoon een algemene afwerking. De voorwagen, die nadert zijn voltooiing, maar er zal ook nog wel een aardig druppeltje zweet moeten vloeien voordat die volledig naar ons zin is. En dan heb je ook nog gewoon regulier onderhoud en uiteraard, het lijkt allemaal simpel als je er eenmaal staat, maar voordat hij er weer staat gaan hier ook nog heel wat uurtjes in zitten. Nou, ik ben dus benieuwd hoe volgend jaar Rocky eruit gaat zien. Bent u nou ook zo benieuwd? Blijf dan Pooling Update volgen. Nou, dit was een 1 turbo tractor. Volgende week zijn we bij een tractor met 3 à 4 turbo's. Dan zijn we bij het Van der Waal Pooling Team in Etten-Leur. Graag tot dan. Houdoe!